Welkom bij Boerenbusiness TV, waar we het vandaag gaan hebben over kiemremming in de aardappelen. Een goede kiemremmer zorgt ervoor dat de aardappelen langer bewaard kunnen worden en het afzetseizoen verlengd kan worden. Het veelgebruikte middel chloroform mag echter niet meer gebruikt worden na komend seizoen. Ik praat daarover met Henko Bauma van BASF. Henko, welkom. Dankjewel. Met dat aanstaande verbod is natuurlijk de grote vraag, zijn er alternatieven op de markt? Ja, er staat veel te gebeuren. Gelukkig zijn er een aantal alternatieven beschikbaar in de markt. Eén daarvan is kiemrustverlenger One for Sight. Dit is een relatief nieuw product. Het is ook een product met een groen karakter. Want het betreft een stof die van nature voorkomt in de aardappelen. Met One for Sight hebben telers weer een alternatief om aardappelen lang kiemvrij te bewaren. Met behoud van smaak. En bakkwaliteit. Oké. Je zegt het is een relatief nieuw product. Zijn er wel al ervaringen met het middel? Ja, er zijn diverse ervaringen. We hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Gedegen onderzoek, 10 tot 15 jaar lang in Nederland. We hebben ook al 4 jaar ervaringen in Nederland, omdat het al toegelaten is in Nederland. Dus ja, honderden telers gebruiken al One for Sight. Daarnaast heeft One for Sight ook al toelatingen in andere Europese landen. En in bijvoorbeeld Amerika, dat klinkt al heel ver weg, maar daar hebben we al zeker meer dan 20 jaar ervaring. Dus wij kunnen wel concluderen dat met al deze ervaringen, dat biedt gewoon perspectief voor de aardappelteler om One for Sight in de praktijk in te zetten aankomende periode. En is het een 1-op-1 vervanger voor chloroform? One for Sight kan chloor heel goed vervangen. We hebben hele goede resultaten, vaak wel. Soms nog beter als met chloroform. Alleen er zijn tussen chloroform en One for Sight wel een aantal verschillen. En het is wel belangrijk om die verschillen goed te benoemen. Een aantal verschillen zijn met name in de toepassingsvoorwaarden die heel belangrijk zijn voor One for Sight. Bijvoorbeeld een schuur moet 40% gevuld zijn met aardappelen. En de bewaring moet na een gastoepassing met One for Sight ook 48 uur dicht blijven. Zodat het gas ook goed de aardappel in kan trekken voor een goede werking. Het middel is vrij vluchtig. Dus je moet ook oppassen dat je niet te veel ventileert. Zeker niet te veel extern ventileert. En als je die toepassingsvoorwaarden eigenlijk goed in acht houdt. Dan krijg je een prima bewaarresultaat met One for Sight. Er zijn ook nog een aantal andere voorwaarden. We hebben alles verzameld in een bewaarhandleiding. Die hebben we hier, die hebben we geschreven. Die is binnenkort beschikbaar. En deze bewaarhandleiding, daar staat eigenlijk alles in. Dus dat is een handige tool voor bewaaradviseurs, maar ook voor aardappeltelers. Heb ik wel gehoord vanuit de markt, er hangt een iets hogere prijs aan dit product. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat klopt. Die prijs is hoger. Het heeft met name te maken met al die jaren van onderzoek die we hebben moeten doen. En daarnaast zijn de registratiekosten duidelijk aanzienlijk hoger dan voorgaande periodes. En de productiekosten om het product toch te maken in de fabriek, die zijn gewoon op dit moment hoger. En daar moeten we het mee doen. Oké. Het verbod voor chloroform aanstaande is. Wat raad jij aan telers om nu al te doen? Nou, er is gewoon op dit moment veel ervaring met One for Sight bij diverse telers. En het is denk ik ook verstandig als telers op dit moment van elkaar gaan leren. Het is denk ik, omdat er een aantal toepassingsvoorwaarden zijn die belangrijk zijn, is het goed om ervaring op te gaan doen. Dus telers moeten informatie gaan inwinnen bij collega-telers of bij adviseurs. Er is veel informatie beschikbaar. En ik raad telers ook aan om, als ze 3 of 4 partijen, verschillende partijen aardappelen hebben, om ook 1 partij met One for Sight te gaan gassen dit jaar. Om ervaring op te doen. Zodat we volgend jaar, als chloroform niet meer aanwezig is, om een goede overgang te hebben naar nieuwe vormen van bewaren. En dat kan prima met One for Sight. Dus telers, doe je voordeel ermee. Oké, dankjewel voor je toelichting. Dit was Boerenbusiness TV en graag tot de volgende keer.